dit is deel 2 van college 13. Nou, we hebben nu een beeld van wat vooroordelen eigenlijk zijn en ook hoe we ze kunnen meten. Laten we nu gaan kijken naar de gevolgen en ook de oorzaken van dit interessante psychologische fenomeen. Nou, laten we eerst gaan inzoomen over wat het betekent, wat de consequenties zijn als je zelf lid bent van een minderheidsgroep. In het eerste deel van het college hebben we al gesproken over hoe hardnekkig stereotype beelden zijn. Dat komt door confirmation bias en het perseveratie-effect. Dus als een stereotype beeld eenmaal is ontwikkeld, is het heel lastig om daarvan af te komen. En helaas is het zo dat ook leden van minderheidsgroepen soms gedrag vertonen, waardoor dat stereotype beeld eigenlijk bevestigd wordt en daardoor ook in stand gehouden wordt. En dat gaat op twee verschillende manieren. Ten eerste via de route van een self-fulfilling prophecy. Nou, dit hebben we al eerder besproken, dus hopelijk gaat er al een belletje bij je rinkelen. Maar wat is zo'n self-fulfilling prophecy nou en hoe neemt dat een vorm aan in vooroordelen? Nou, stel je voor, je zit in een klas, je bent lid van een minderheidsgroep en je bent je ervan bewust dat een deel van jou, van het beeld wat mensen van jouw groep hebben, is dat jij niet slim bent en dat je niet intelligent bent. Dan zul je merken dat bijvoorbeeld jouw juf of meester, die dat beeld in zijn of haar hoofd heeft, dat hij op een andere manier gaat benaderen. Je krijgt bijvoorbeeld minder vaak de beurt, de lat wordt wat lager gelegd, je krijgt minder mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. En je merkt ook dat er soms wat dommere vragen aan jou worden gesteld. Dus je wordt eigenlijk op een hele andere manier benaderd. Dus de juf heeft bepaalde verwachtingen over jou, dat uit zich in gedrag naar jou toe. En daardoor ga jij eigenlijk die verwachtingen bevestigen. Dus je gaat je ook wat dommer gedragen, je gaat ook wat minder je best doen in de klas. Je denkt, nou, mijn beeld is toch al gevormd, dus het maakt niet meer uit wat ik doe. Ik heb geen kansen om me hier verder te ontwikkelen. Dat is een voorbeeld van een self-fulfilling prophecy. Dus de houding van één persoon uit zich in gedrag van die persoon. En dat lokt weer gedrag van de minderheidsgroep in dit geval uit. Dus dat is een cyclus. Het is een interpersoonlijk proces. Iets wat plaatsvindt tussen verschillende personen. Wat er ook nog een rol speelt, is sociale identiteitsbedreiging. En dit is een ander probleem waar minderheidsgroepen mee te maken hebben. En dat is eigenlijk een soort van de vervolgstap na self-fulfilling prophecies. Dus als jij heel vaak hebt gemerkt dat mensen jou eigenlijk minder mogelijkheden geven, dat ze je op een andere manier benaderen, dan ga jij dat onderdeel maken van jouw eigen sociale identiteit. Je wordt je heel erg bewust van dat mensen niet geloven dat jij slim kan zijn. En dat zal zich ook uiten in gedrag. En zelfs als mensen je vervolgens wel een kans geven, ja, dan zal je die kans niet meer grijpen. Omdat je een soort van bedreiging ervaart van jouw eigen stereotype groep. Dus je bent je er zo bewust van dat jij lid bent van die groep, dat jij eigenlijk niet meer echt in jezelf gelooft. En dat is echt een heel erg grote bedreiging voor mensen in minderheidsgroepen. En dat kan echt ervoor zorgen dat mensen falen en bepaald negatief gedrag vertonen. Omdat ze zo bang zijn om dat stereotype beeld eigenlijk te bevestigen. Dus het is heel ironisch. Je wil eigenlijk dat helemaal niet hebben. Je wil dat mensen positief over je denken. Maar toch wordt op die manier jouw eigen gedrag gesaboteerd. Nou, die sociale identiteitsbedreiging, dat is een intrapersoonlijk proces. Dus dat wil zeggen, dat speelt zich echt af binnen één persoon. Dus omdat je gewoon puur weet wat het stereotype beeld is, kan je dat moeilijker loslaten en saboteert je daarmee eigenlijk je eigen gedrag. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als jij lid bent van een groep waar concurrerende stereotypes over zijn? Bijvoorbeeld als je een Aziatische vrouw bent die een wiskundetoets moet doen. Nou, als dat het geval is, dan, en dit is ook onderzoek, is hierbij uitgevoerd bij Aziatische vrouwen, waarbij ze voorafgaand aan de wiskundetoets eerst even fijntjes herinnerd werden aan het feit dat er vaak geslachtsverschillen worden gevonden op deze wiskundetoets. En op die manier word je even herinnerd aan het feit van, mannen en vrouwen die hebben vaak een andere prestatie op deze groep. En dan denk je, oh, ik ben een vrouw. Als dat zo is, dan gaat de prestatie naar beneden. Dus dan ga je slechter presteren als je soort van herinnerd wordt aan het feit dat je lid bent van een groep waar een stereotype over is dat je minder goed bent in wiskunde. Als je diezelfde groep vrouwen vertelt, we merken dat er hier wat verschillen zijn van mensen met een Aziatische achtergrond of een niet-Aziatische achtergrond, dan gaat de prestatie juist omhoog. Dus het stereotype wat geactiveerd is op dat moment, dat bepaalt de prestatie op zo'n wiskundetoets. En op die manier kan je dus die sociale identiteitsbedreiging ook ten goede gebruiken als je weet van ik moet gewoon een bepaald deel van mijn stereotype activeren, waardoor ik ga geloven in mezelf en in een goede uitkomst.
Nou, wat deze processen laten zien, ook vooral die stereotype, die sociale identiteitsbedreiging, is dat mensen die lid zijn van minderheidsgroepen zich zeer bewust zijn van de stereotypes over hun eigen groep. En dit gebeurt vaak al vanaf zeer jonge leeftijd. En dat kan ook hele hartverscheurende gevolgen hebben. Zoals je zult zien in de volgende filmclip, waarin jonge kinderen, zwarte kinderen, gevraagd worden met welke pop ze willen spelen. Een witte pop of een zwarte pop. Kijk maar mee. In Brown versus Board of Education, the famous case that desegregated schools in the 1950s, Dr. Kenneth Clark conducted a doll test with black children. He asked them to choose between a black doll and a white doll. In most instances, the majority of the children preferred the white doll. I decided to reconduct this test, as Dr. Clark did, to see how we've progressed since then. Can you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. Show me. I'm killing. This one. That one? This one. I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? He's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give, and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? Fifteen out of the 21 children preferred the white doll. Nou, nu we weten hoe onrechtvaardig en soms ook echt afschuwelijk vooroordelen zijn, komen we uit bij een hele belangrijke vraag. Waarom hebben we eigenlijk vooroordelen? Wat zijn de oorzaken van vooroordelen? En op die manier kunnen we ook een van de kernvragen die ik in college 1 heb opgeworpen beantwoorden. Dus waarom worden mensen anders behandeld op basis van hun uiterlijk? Of meer breed gezegd op basis van hun groepslidmaatschap, omdat je lid bent van bepaalde groepen. Nou, breed gezegd zijn er drie verschillende oorzaken van vooroordelen. Normatieve regels, sociale cognitie en realistisch conflict. En ik zal ze nu één voor één met jullie bespreken. Te beginnen met normatieve regels. Die eerste oorzaak van vooroordelen komt voort eigenlijk uit sociale druk die wij hebben, die wij allemaal voelen om ons te conformeren. Als wij opgroeien in een gemeenschap waar er heel veel vooroordelen zijn, bijvoorbeeld groeit op in een gezin en jouw vader of jouw opa was nog de oprichter van de Ku Klux Klan en al je gezinsleden zijn zeer racistisch, ja, dan ga je dat overnemen. Omdat we nou eenmaal leren van onze opvoeders, van onze ouders. We willen ook heel graag dat onze ouders ons leuk vinden. We willen heel graag in de smaak vallen. We willen er heel graag bij horen. Dus dan gaan we ons op die manier conformeren. Dus we conformeren ons aan de normen om ons heen, om op die manier opgenomen te worden in onze sociale omgeving. Dus dat is een van de redenen waarom vooroordelen bestaan. Omdat we dat gewoon van generatie op generatie overnemen. Ook is het zo dat als wij in een land of een regio wonen waar er geïnstitutionaliseerde discriminatie bestaat, zien we ook dat er meer vooroordelen zijn. Dat is bijvoorbeeld in staten of regio's waar het homohuwelijk verboden is, zie je veel meer haat en veel meer vooroordelen tegenover mensen die homoseksueel zijn of biseksueel. Hier zie je een kaart van de wereld met daarin de rode gebieden. Dat zijn de gebieden waar homoseksualiteit verboden is. En waar het soms in sommige van die gebieden is er zelfs de doodstraf als je een relatie hebt met iemand van hetzelfde geslacht. Dat is natuurlijk hartverscheurend. En niet alleen maar omdat je dan niet mag trouwen met degene van wie je houdt, maar ook omdat het dan dus gerechtvaardigd wordt voor jouw landsgenoten om jou te discrimineren. Omdat er gewoon wetten bestaan die jou discrimineren. Dus dit is ook weer een van die voorbeelden dat discriminatie nog echt aan de orde van de dag is. En dat het iets is wat nog steeds een hele grote rol speelt en een beperkende rol speelt voor mensen van verschillende minderheidsgroepen. Dus dat normatief conformisme, dat we ons aanpassen aan onze omgeving, dat verklaart ook waarom er verschillen zijn in vooroordelen over de hele wereld. En is een van de oorzaken van vooroordelen.
De tweede oorzaak van voordelen komt voort uit iets wat we bespraken in Hoorcollege 5. Dat ging over de zelf. En in dit college over het zelf hadden we het over het zelfconcept. Dat betekent eigenlijk dat er verschillende manieren zijn waarop we naar onszelf kunnen kijken. Je kan kijken naar jezelf in de vorm van je persoonlijke identiteit. En als je dat doet, dan kijk je naar jouw eigen kwaliteiten, jouw eigen kenmerken, jouw persoonlijke kenmerken. Je kan kijken naar je relationele identiteit, dus hoe relateer je jezelf aan de mensen in jouw naaste omgeving. Maar je hebt ook een stukje sociale identiteit. En dat is een deel van onze identiteit dat voortkomt uit ons groepslidmaatschap. We zijn allemaal lid van verschillende groepen. Je bent lid van een groep omdat je geboren bent in een bepaalde familie, omdat je een bepaald geslacht hebt, omdat je een bepaalde seksuele voorkeur hebt, omdat je een cultuur hebt, een religie. Dat zijn allemaal groepen waar we niet voor kiezen. Er zijn trouwens ook groepen waar we wel voor kiezen. Die kunnen ook onderdeel worden van onze sociale identiteit. En wat we weten is natuurlijk, als iets onderdeel is van onze identiteit, dan willen we daar heel graag een positief beeld van hebben. We zijn namelijk heel erg altijd op uit om een hoog zelfvertrouwen te hebben. En dat geldt ook voor ons groepslidmaatschap. Dus we willen heel graag dat onze groep excelleert. Dat onze groep de allerbeste groep is. En dat uit zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld als we kijken naar onze eigen groep, dan ervaren we allemaal iets als etnocentrisme. En etnocentrisme betekent eigenlijk, is het geloof dat jouw eigen groep superieur is, beter is dan andere groepen. Dus mijn groep, mijn religie, mijn cultuur is beter dan andere groepen. Nou, dat hebben we allemaal wel tot op zekere hoogte, maar niet allemaal even sterk. Dus er zijn culturen, religies, naties, landen waarin die heel etnocentrisch zijn. Dus heel erg het gevoel van wij zijn de allerbeste. En dat kan natuurlijk ook heel gevaarlijk zijn. Want ook als je leiders hebt die dat beeld heel erg bevestigen van jullie zijn de ubermenschen. Ja, dan is dat natuurlijk iets wat wel een alarmbelletje moet laten rinkelen. Dus etnocentrisme is iets wat normaal is tot op zekere hoogte, maar als het heel extreem wordt, kan het ook hele heftige gevolgen hebben. Vooral als jouw groep in conflict komt met andere groepen. Want die andere groepen, die zie je dan dus automatisch als inferieur, minder goed dan jou. Ja, en dat rechtvaardigt dan misschien ook hele extreme vormen van geweld. Dus etnocentrisme is ook een mogelijk groot probleem. Het andere proces is in-group bias. En in-group bias is eigenlijk de neiging om leden van jouw eigen groep een beetje voor te trekken ten opzichte van mensen van een andere groep. Dus mensen van jouw eigen groepje, daar ben je net wat aardiger voor. Die geef je wat meer kansen, die betrek je bij het gesprek. Die ga je gezellig includeren in jouw eigen groep. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk natuurlijk als er veel mensen zijn bij jouw groep en als jij lid bent van de in-group. Maar als je lid bent van een minderheidsgroep, word je dus voortdurend een beetje afgewezen. Want ja, het is veel moeilijker voor jou om ook die fijne, goede behandeling te krijgen als mensen denken, ja, maar jij bent anders. Jij hoort niet bij ons groepje. Nou, dat zien we ook in de processen die er zijn ten opzichte van leden van de outgroup. Dus mensen die niet bij onze groep zijn. Dan doen we eigenlijk grof gezegd twee dingen. Ten eerste smijten we ze eigenlijk allemaal op één hoop. We denken dat ze allemaal hetzelfde zijn. En dit noemen we ook wel outgroup homogeniteit. Dus we denken eigenlijk niet meer na als iemand van een outgroup als een uniek individu. We denken, oh, jij bent gewoon lid van die ene groep Aziaten. Ja, je bent gewoon een Aziat, ja, maakt me niet uit. Dus je gaat niet meer inzoomen op de individuele kenmerken. Je gooit iedereen op één berg en je kijkt niet meer naar de verschillen. Je vergroot ook eigenlijk de overeenkomsten tussen mensen van die groep. Dus outgroep homogeniteit. Het andere dat we doen is outgroup derogation. En dat is een soort van paraplu-term zou ik willen zeggen, dat wij op een hele negatieve manier kijken naar die outgroup en we geven ze eigenlijk de schuld van alles. We geven ze de schuld van onze eigen ellende. Bijvoorbeeld als jij je buurman hoort mompelen, ja, er komen weer al die buitenlanders komen hier binnen en die nemen al onze banen in en daarom ben ik nu al 3 maanden werkloos, dat komt door al die buitenlanders. Ja, dat is een voorbeeld van zelf in de slachtofferrol plaatsen en anderen de schuld geven van jouw eigen ellende. Dus ja, het ligt allemaal aan de buitenlanders, het ligt allemaal aan die outgroup. Ik zelf heb helemaal geen aandeel aan mijn eigen ellende. Daarbij geven we ook de outgroup de schuld van hun eigen ellende. Dus als het met de outgroup niet goed gaat, ze hebben problemen, ze zijn bijvoorbeeld heel veel vluchtelingen die op straat moeten slapen. Dan zeg je, ja, had je maar niet hierheen moeten komen. Ja, dat is ook mooi dom van jou, hè, om dan hierheen te komen. We geven ze de schuld van hun eigen problemen en we geven ze ook de schuld van onze eigen problemen. Een prachtige manier om ons zelfbeeld te beschermen en een verschrikkelijke manier om te gaan met mensen die niet zijn zoals jij. En die misschien juist op heel veel empathie zouden moeten kunnen rekenen.
Nou, tot slot is er nog een laatste oorzaak van vooroordelen. En dat is misschien wel de meest logische. Dat is de realistische conflicttheorie. En die stelt dat, dat groepen ook af en toe met elkaar in conflict zijn over beperkte middelen. Bijvoorbeeld als twee verschillende groepen allebei denken recht te maken of aanspraak te maken op hetzelfde stuk land. Zoals het geval is in Israël en de Palestijnen. Zo, je ziet hier dat Palestina was eerst het land. In 1947 was het Palestina. Toen kwam de Partition Plan in 1947, waarbij Israël werd gesticht. En dat leidde tot allemaal problemen. En je ziet dat Israël heeft uitgebreid en dat Palestina eigenlijk bijna helemaal van de kaart is gevaagd. Op het laatste plaatje zie je nog een heel klein strookje groen. Dat is de Gaza-strook, waar natuurlijk ook al decennia lang nu om gevochten wordt. En als dit zo is, dan zie je dus twee groepen die vechten om dezelfde middelen, dezelfde uitkomsten. Het is eigenlijk best logisch dat die met elkaar in de clinch liggen, want ze willen hetzelfde en ze kunnen het niet allebei krijgen. Nou, dat realistische conflicttheorie is niet alleen maar in deze hele heftige situaties van oorlog, maar ook bijvoorbeeld als twee bekende voetbalclubs met elkaar in competitie zijn om één eredivisie, beker, dan is dat ook een realistisch conflict. Er kan maar één de winnaar zijn en daar vechten ze allebei om. Dus hebben zij een realistisch conflict. En het is heel moeilijk als je een realistisch conflict hebt, als je echt in strijd bent met een andere groep, om dan geen vooroordelen te hebben. En die vooroordelen om iemand dan toch op een vriendelijke manier te gaan benaderen. Nou, hoe je daar dan uit kan komen, daar gaan we verder over praten in het laatste gedeelte.